Een hele goede middag allemaal. Het is vandaag 21-7-2018. Ja, 2018. Ja, welkom bij deze gloednieuwe vlog. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Want er zijn weer nieuwe ontwikkelingen. En niet bij mij. Ja, ook wel een beetje. Maar meer met al wat anders. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Joepie! Zo, nou dan kom je ergens langs en gereden en dit is nog echt een oude minikoppertje. Deze is zo gaaf. Het is echt nog klein en ouderwets. Kijk dan. Mensen, het is echt nog gewoon ouderwets. Dit is mooi. Het is echt nog ouderwets. En ik vind het een minikoppertje, maar misschien is het anders, maar oké. Maakt helemaal niet uit. Zo. Zo, hey schat, ben jij gelovig of niet? Hè? Huh? Niet zo. Waarom niet? Ik geloof in jou. Hè? Huh? Ik geloof dat ik er nog eentje neem. Voor wat? Nee, maar ik bedoel met hem die muziek hier ook. Ben jij heel erg gelovig of niet? Laat ze lekker. Ik geloof wel dat er iets is, maar daar moet je te veel van. Amen. Nou, zoals jullie kunnen zien zijn we dus weer bij de Jumbo geweest. Ik heb deze gratis kunnen meekrijgen. Die was op de datum. En dan is deze ook op de datum. Yep. En dan deze was ook op de datum. En deze was ook op de datum. Yep. Er alles maar een 4 in. En deze was ook allebei op de datum. Lekker! Deze, hè? Oeh! Ja, kijk, nou meer. Allebei met 21ste. Oeh, lekker! En dan nog kip zo? Kip drumsticks, ook lekker. Oeh! Zal ik lekker in mijn eentje opeten? Nee! Ze zijn je heel lief bent, dan mag er ook eentje. Ik ben toch altijd lief, nou, okay. Nou, dan deel ik hem wel met jou. Neem jij de onderste 3, neem ik de bovenste 2. Ja, is goed. Ik vind het prima. Nou, en wat hierachter gebeurt, moeten jullie maar niet een beetje gaan beluisteren. Daar knallen we wel eventjes iets muziek of zo onder. Het is weer lawaai. Ja, precies, inderdaad. Hey, Rodi heeft wat meegenomen. Kijk. Nee, hier, kijk maar. Wijn pakken. Handig. Kijk. Wat is handig? Zit erin. Wat is handig? Kijk, dit kregen dus de meeste mensen in huis als ze dus huis naar huis wouden. Kijk, aan de bewoners van dit adres. Maar wat zit erin? Ja, er waren mensen die zeggen, nou neem maar mee. Nou, dan neem ik het wel mee. Dus dat heb ik er 2 meegenomen. Een meereiskaart, Dalda, 2 dagen. Ja. En deze, de gratis. Waarom willen wij nou niet scherp stellen? Wij willen echt niet scherp stellen vandaag. Jammer dan. Gratis upgrade. Zo. Dus ga ik met jou meereizen. Ja. Dan krijg jij van mij een gratis eerste klas upgrade. En ik de gratis ook een ander gratis. Dan heb je alleen maar 20 euro te betalen voor je vrijreis naar Mark van Mark. Dat scheelt wel weer. Geen idee wat het scheelt. Ja, het scheelt mij weer een hele hoop geld. Ja, overlopen. Ja, het scheelt weer. Precies. Dus maar ja, we gingen toch naar het noorden. Ja. En denk van nou, dan gaan we lekker. Betaal ik jou eerste klas. En dan betaal jij mijn treinkaartje. Ja, is dat een goede deal? Geen idee. Okay. Maar we gaan toch nog vandaag even naar je ouders toe. Daar heb ik er 2, die kun jij ook met mij meereizen. Dat is handig. Maar dan mag je dat allemaal lekker uitleggen daar en bij je vader en moeder. Prima. Die padre en die madre. Ja, en deze heb ik dus bij de lokale markt gekocht. Markt.
25 of zo buffeloren. Dus ik neem er ook morgen even 1 of 2 mee voor en voor Frodo. Dat is lekker. Waar? Ja. Voor mij? Ja. Of even morgen onderweg? Nee, deze is even morgen onderweg, maar die mag jij niet hebben. Ja, doe ik. Ik vind het prima. Als het maar koud is. Ja, dat is goed. Zet jij ze lekker koud in het vriezen. Ik word ook echt niet hoor, mensen. Maar ik heb ook nog wat anders gekocht, want... Dit uitdelen voor de hondjes. Want Loffie is loops geworden. Hey. Is dat zo? Ja. Oké. Okay. Loffie is loops. Dus dan heb je een stuk worst gekocht. Ik heb lekker een stuk levend worst gekocht. Ik heb levend worst gekocht. Nee, levend worst. Kijk dit. Hey. Hallo. Levend worst. Levend worst. Lekker. Nee, levend worst. Levend worst. Ja, of zo worst. Kijk je uit. Levend worst. Ja. Hey, of zo worst. Ja, ik zit tegen het licht in te filmen. Als je nou daar gaat staan, en dan lukt het wel. Scheelt weer. Ja, natuurlijk mag dat. Je mag zelf kiezen. Mag je nog zelf kiezen ook nog? Dat, ja. Dat is leuk. Handig. Nee, dat is niet handig. Wat krijg je nou weer aangeboden? Ja. Naar Luther. Tevens. Dat is handig. Heel handig. Maar ik was nog wat anders aan het vertellen. Loffie is dus loops. Ja. Ik heb zelf dus... deze nootjes gekocht, want ik vind ze voor mij lekker. Lekkerder als andere nootjes. Dit zijn de milde variant. Zoals jullie zien. Dit is coconut. Daar heb ik 4 zakken van. Ik heb pannenmelk voor Loffie, ook voor haar en haar bord. Omdat ze dus nu loops is. Is wel ideaal. En 3 van deze grote blikken Dax. Omdat ze dus loops is, mag het wel een beetje gevierd worden vanzelf. Vind ik. Vind toch wel. Ja. Ja. En ze is loops, dus dan moet dat wel voor mijn gevoel eventjes gevierd worden. Want ze is nou ook geen puppy meer. Nee, jammer. Het is nou een jong en volwassen hond. Dat is leuk. Dat is grappig. Ja. Dus ja, een jong volwassen hondje heb ik nu in huis, dat is leuk. Dus, en ik heb het heel graag voor over. Maar wij gaan zo weer op weg naar huis en dan film ik thuis ook weer verder, toch? Zo, en dan ga ik zo nog wat uitdelen. Zitten? Nee, zitten. Zitten.
Nou, ik ga ook weer de deur uit. Ja, en de dames hier liggen nog lekker eens even aan de kluiven en alles. Of rook op mijn kant of ik ga Roze kant op. Of we gaan elkaar mislopen, ook leuk. Dus we gaan dat weer zien. En dan gaan we even naar zijn ouders, dus naar mijn schoonouders. En niet mijn toekomstige schoonouders, want ik heb al verkering / een relatie met Rood. Dus dan is het gewoon mijn schoonouders. Dus ik ga hem even klaarmaken en dan gaan we die kant gezellig weer op. En we nemen jullie gezellig weer lekker mee. Worden we al duizelig of een beetje zeeziek? Nee. Nee. Goedenavond allemaal. Hey, ik ben er ook weer. Ja, jij ook toch? Nee, ik was er even niet. Ik was even afwezig. Maar nu ben ik er weer. Ben je er alweer? Ja. Mooi. Wat heb je allemaal vandaag gedaan? Postlopen. Postlopen. Het was een beetje te veel, dus gisteren heb ik mijn teammanager even gevraagd van nou, het gaat maar niet lukken, denk ik. Kan je een stukje eraf halen? En inderdaad, vandaag was er een stukje eraf en ik kreeg een... Ik had even een berichtje gestuurd van dankjewel. Nou, geen probleem. Oké. Dus, top. Toen naar huis, even met de hondjes gelopen. Nee, eerst even richting Jumbo. Maar dat hebben jullie gezien. Ja, toch. Nou, het is weer op Jumbo geweest. We hebben naar huis, met de hondjes gelopen. Even langs... Je ouders. Ouders, ook nog. Jij maar maken. Kippie. Okay. En vanouders even gesproken over dingen. We gingen morgen een reis maken. Naar mama. En dan is dus even zoeken van wat zijn nou de kosten. En uiteindelijk blijkt dat je online goedkope treinkaartjes kan krijgen voor dus langere afstanden. Ja, ik heb er drie en ik heb er drie hoor, weet je niet. Drie en drie? Oké. Dat is vijf in zaken. Oké, dat is goed. Kippie. Jammer. Kippie. Ik heb wel even de boven. En zometeen ga je de ouders even doen. Ja, dat is wel oké. Dus via de spoordeelwinkel.nl kan je dus treinkaartjes krijgen, retour, naar een stad naar keuze. Die is altijd even geldig, volgens mij. Er zitten soms er aanbiedingen van stedentrip naar keuze. Je krijgt ook koffie en een eetje te eten. Ergens anders, niet bij het station. Maar net in de buurt zitten. En dat is dan 20 euro heen en weer. In plaats van dus van een regulier treinkaartje. Je kan een upgrade krijgen naar de eerste klas. Soms wat rustiger. Dat is dus voor... nu met de treinpakkers van iedereen die dat in de bus heeft. Ja, vandaag de treinpakkers in de bus. En daar zit dus een upgrade in van twee kaartjes van naar de eerste klas. Er zit ook een meereiskaart in, maar ik kan het helaas niet combineren. Wel jammer. Dus dat is een hele goede deal. Dus dit is gratis in de eerste klas, upgrade. En voor 20 euro kan je dus helemaal naar Noord en weer terug. En nog naar Groningen of wat dan ook. Of Groningen, whatever. En ja. Dat is leuk. Ja, en nou zijn we dus weer thuis. En meneer heeft pijn in zijn nek. Ja, al een hele week. Dus dan ga ik even lekker bakken en dan ga ik jullie zo meteen laten zien hoe het is geworden. Ja, toen was ik vergeten om het te laten zien hoe de kippetjes waren. Maar die waren... Jammer. Lekker. Maar, ik ga nu wat anders doen. Want wat jullie weten, dat is dat Lofly dus... loops is geworden. Dat mag gevierd worden, vind ik. Ja. Dus ik heb hier al, wat ik al eerder heb gezegd, 3 bakken met vlees. En ik heb hier dus nu ook 3 honden. Dat is 1.
Dit is de grootste. Dan die. En dan die. Hé, hey, lelijk. Nee, hè. Vind ik mooi, hè. Heb je wat lekkers? En kijk uit. Ik geef hem nou aan jou. Maar als hij waarzig wordt, is het verstellen, hè. Want net zoals gisteren was hij ook waarzig. Dat ik de camera weer van je overnam in het hotel. Kijk, ik kan het wel doen, dan ga ik het wel rond. Oh, dit is lekker. En wat moet jij? Deze gaan dan weer wel ook, hè? Ja. Die gaan gewoon weer makkelijk. Ja. Dat dacht ik al, dat dat lekker ruikt. Dan heb ik hier nog twee bakken. Ja, ik ben nog niet klaar hoor, dames. Nee. Dames van het goede leven, van mij. I love jullie drie. Alle vier. Vergeet er hier nog één. En die de camera nu op dit moment vast heeft. Nee, ik ben geen dame. Nee, maar je bent wel een heer. En je bent mijn aanstaande man. Oké. Okay. Kijk, die gaan wel dan weer heel makkelijk, hè. Die moet ik dan weer een vork erbij hebben. Oh, Blue, heb jij dit al zoveel gehad? Al eens een keer zoveel? Ik niet. Oeh. Dus jij wordt ook vandaag verwend. Dat was stinken voor jou, Blue. Dat wordt stinken zometeen voor jou. Laat. Kom. En ik ga ook wat meer laten zien, ook al schreeuw ik heel veel, hoe ik ben en aan mijn diertjes. Qua strengheid, of ik lief ben. Ja, echt wel. Ook dat verdoezel ik wel eens, hè. Ja. Ja. Ook dat verdoezel ik wel eens. Maar dat willen de mensen juist zien. Ja, en toen. 1. 2. Bloep, zit. 1. Dankjewel. Zo, deze is weer... heel veel zak. Dan pak ik maar weer een vork erbij, hè. En jullie denken dat ik al ga, hè? Nou, denk ik niet. Wie had nog? We kunnen allemaal binnenkort naar afvalloot, schat. En dan ga ik deze ook nog verdelen over jullie drie. Oh ja, bloed op de grond, bloed op de grond en Lady die ruimt het op. Oké, dankjewel meid. Weet ik ook gelijk aan wie het opruimt. Hè, Leid? Oeh, wat was dat, Lovely? Wat zag ik? Vond jij dat niet leuk? Heb je een probleem? Ik vond het wel leuk. Thank you.
vak vol, Bloem. Dat wordt vreten. Hier zit stromen zot en helemaal prop vol. Zo, kijk dan. Ja, en jij bent hier eigenlijk lekker leuk, dus jij krijgt een stukje meer. Deze bak is voor Lovely. Oké. Haha, dat is maar een fout. Haha. Mama door de bocht. Ja, bloed. Hier. Schoonmaken. Schoonmaken. Nee, doe maar. Ga maar schoonmaken. Ja, dat gaat ook gebeuren. En ja. Ook dat heb je als je even niet goed oplet. Nee. Kom maar op. Dit is, nou ja, live ook niet. Want dit komt pas op 2 augustus online. Ja, het is live opgenomen. Ja, eigenlijk wel, ja. Oké, knoflook erbij. Knoflook? Ja, knoflook erbij. Weet jij wel op die tijd wat op de camera staat? 7 minuten. Hè? 7 minuten. Ik mag knoflook gaan halen binnenkort. Zo. En zo, ik mag even weer binnenkort knoflook halen. Een beetje aan het inkrimpen. Hey! Bro! Hey! Klaar! Ben je man blazen? Dat wil ik niet hebben. Zo leer je een hond van katten af te leiden. Onder andere, ja. En dat zeg ik, als je hier helemaal doorwekt. Bloem! Nee. Ja, dan ben je maar een beetje geparkeerd. Anders ik wil. Daarom wil ik aan het kastje ook weer hier weg hebben. Nee. Zit. Goed. Deze kan ook wel weg. Jammer. Hè? Jammer. Nee hoor. Lou. Zit. Ook om dit op te ruimen, want ik heb katten. Ik heb katten, die vinden dit lekker. Okay. Ja, oké. Heb ik ook al zo vaak gezegd. Opruimen. En jij wilt nog met je broodjes verder? Ja, straks. Oké. Okay. Maar alsnog, ook al ben ik nog niet in de keuken nu op dit moment, dan is het wel opruimen. Oeh. Wil je ook even één bak meenemen? Nee. Deze is van Bloem. Ja. Woonkamer. Nou, ja. Lopen door. Woonkamer. Woonkamer door. Ruimte. Wachten. Ik geef ze wel. Wachten. Lofvies van jou. Bloem. Mag ook nog eens zitten. Zitten. Wachten. Wachten. Bloem, zitten. Nu. Hé. Hey. Mag ik die bak voor jou? Hier is jouw ledekop. Bloem, hier.
Wat ben je haantje de voorste loof? Zo. Wat denk je? Ik ben loops. Mag ik een hele hoop? Jeetje, Mina. Zullen jullie nooit wat krijgen vandaag? Aanvalste Giro. Mm-hmm. Mooi. Mag ik ook? Ja. Ja, ik wil dit er allemaal nu lekker in staan. Communicatie met ons. Helemaal prima. Jeetje, Mina. Stelletje beunhazen zijn jullie, zeg. Ben ik niet van jou gewend? Jeetje, Mina. Ik ga erbij zitten, even die dier van de hand. Ik ga erbij zitten. Mas maar leukies. Mag ik mijn telefoon van jou? Kan ik daar ook nog even mee filmen? Zo. Ja. Dat was een heerlijk boertje. Die moest er even uit. Ja. Maar wij hopen dat deze vlog... leuk was. En? Leerzaam. Ja, en? Educatief. Ja, en? Interessant. Ja. En kijkwaardig. En abonneerwaardig. En belwaardig. En commentaarwaardig. En gewoon in het algemeen waardig. Dus als jullie deze vlog leuk vonden, dan zeggen we altijd maar weer. Abonneer even op ons kanaal. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. Leuke reactie achterlaten. Dan reageren wij weer terug vanzelf. Helemaal top. Helemaal prima. Is het niet leuk, alsnog een blauwe duim omhoog. Vuurtje komt er vanaf. Ja. En dan zouden we maar weer zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. En tot morgen maar weer.